Hey mensen, welkom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Minecraft of Thomas Games. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar mijn speakers zijn heel erg aan het kraken. Ze zitten zo. Zitten er zo. In. Ik weet niet precies. En wat ik. Oh, ik heb heel erg belangrijk nieuws, mensen. Heel belangrijk nieuws. Hier, de diamant. 25 diamanten hebben we. We hebben meer dan genoeg diamanten. Ik ben erachter gekomen hoe je. Zeg maar versnellingsrails maakt. Dat is goed nieuws. Want dat wil zeggen dat ik weet hoe ik versnellingsrails moet maken. Hoppatee, bam, 12, 12, gelijk 12, hotseflat. Dit, we hebben niet echt een... althans ik, want nou is er iets wat fout gaat, dus is mijn schuld. Althans, ik heb niet echt een goede tijd gekozen om aan de rails te werken. We are working on the railroad all the live long day. En niet in the night, dus alleen maar in the day. Als jullie dat liedje kennen. Het is van een oud liedje. Het is wel een, het is een gedateerd liedje. Het is niet een liedje wat iedereen zomaar zou kennen, denk ik. We are working on a railroad all the live long day. En eigenlijk slaat het liedje helemaal nergens. Laat ik even het goud wat ik over heb even weer terug doen in de kist. Zo, en dit hebben we ook allemaal niet nodig. Die wel, absoluut. Die hebben we niet nodig, die hebben we niet nodig. We hebben nog meer niet nodig eigenlijk. We hebben heel veel niet nodig. Oh, zoveel ijzer hebben we allemaal niet. Even kijken. Iets wat we absoluut weg kunnen gooien. De draad. We hebben zoveel draad, mensen. En zoveel draad heeft niemand nodig. In zijn hele leven niet. Zelfs als je een naaister bent. Als in... Oh, wacht. We hebben kisten. Waarom zet ik die niet gewoon neer? Waarom ben ik zo dom aan het doen? Dat ik serieus aan het overwegen ben om dingen weg te gooien. Ongelooflijk. Zo. Hop. Hier stoppen we even alles in. Zoals we dat altijd doen. En dan ga ik even bepalen wat we allemaal nodig hebben. En wat niet. Ik weet sowieso al... Nou, 47 is genoeg. Aarde is altijd al handig. Laten we ook... ijzererts moeten even smelten. Dus dan nemen we deze mee. Pompoen hebben we niet nodig. Flint hebben we niet nodig. Althans, vuursteen. Eens even kijken. Wat ging ik ook weer doen? Ik ging iets doen. Oh ja, het ijzer smelten. Oh, we hebben hier nog... Hop. Zo, dat is wel genoeg. Neem ik aan. Hoop ik. En zo niet, dan komen we daar snel genoeg achter. Wat moesten we nog meer? Een knop. We moeten even een knop maken. Ik weet niet hoe je een knop maakt. Nee. Hoe maak je een knop? Je kan een stenen knop maken. Maar ik weet gewoon eventjes niet hoe. Hallo? Hoe maak je een knop? Of moet dat echt al van steen? Moet je dan steen weer gaan smelten? We kunnen ook een houten knop maken. Of nee, je kan helemaal geen houtknop maken. Oké, dit wordt dus... Oh, we hebben steen. Hier. Steen. Heel goed. Laten we even wat meer nemen. 4. Stel, een knop is 4. Wat natuurlijk nergens op... Hier, een knop. Dat is niet eerlijk eigenlijk. Je hebt een hele steen nodig voor één knop. Waar gaat de rest van het steen heen? Je kan wel 15 knoppen maken uit één steen. Oké, waar hebben we die knop voor nodig, vraag je af. Dat weet ik zelf ook nog niet. We hebben cobblestone nodig. Want, kijk... Oh, nou ga ik toch naar buiten. En echt veilig is het niet. Oké, wat we dus gaan doen is, we zetten hier een knop. En we moeten ook een redstone torch maken. Of is dat helemaal niet nodig? Of zie ik nou weer onzin te verkopen? Kan ik die knop niet gewoon... Krijg ik hem terug? Ja, oké. Kan ik die knop niet gewoon hier? Nee, dat kan niet hier. Maar gaat hij dan... De snelheidsrails wel activeren, zeg maar. Dat is dan de grote vraag. Als ik daarop druk, hop. Ja, kijk. Hij doet het. Oké, dat is heel goed. Oh mijn hemel, ik heb voor het eerst iets gemaakt met redstone wat gewoon werkt. Even kijken, we gaan een car maken. Hoe gaan we een car? Met ijzer. Dat zit hierin. IJzerstaaf, goed zo. Hoppatee. Een car. Even een car. Juist, een minecar. Oh mijn hemel, mensen, moet je eens even zien. Wat wij zojuist hebben gedaan. Sorry. Hoor je wat ik zei? Ik zei ik. Als iets nergens op slaat, dan is het wel om... Even kijken, hoeveel blokjes hebben we... Even kijken. Zo. Hop. Oké, nou, hij gaat best wel... Hij rijdt best wel door. Laten we heel eerlijk zijn. Hij rijdt wel door. Oké, laten we hier gewoon weer een nieuwe versnelling doen. Ja? Dus als je mijn kar kapot maakt, krijg je hem dan weer terug... Of werkt dat niet zo? Even kijken, zo. En daar zet je dan een redstone torch. Oké, wacht, deze... Ja, oh, nee, ik moet hem heel eventjes kapot maken. Oh.
Juist, oké, geef maar, geef maar. Oké, misschien is het wel handig om hier ook al. Misschien moeten we hier alvast een versnelling doen. Gewoon voor de zekerheid, dan doen we deze weg wel. Dan zetten we die weer wat later. Snap je? Eens even kijken. Zo, eens even kijken. Oh, creeper! Nee, creeper, alsjeblieft, creeper, creeper. Nee, 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 nee. Als er iets is wat je niet moet doen, dan is het mijn rails kapot maken. Althans, onze rails. Is het de rails van mij en van de kijkers kapot maken? Anders maak ik jou kapot. Misschien moet ik jou sowieso maar even kapot maken, creeper. Wat zeg je ervan? Nee, oh, kan je dat niet? Zo makkelijk gaat dat. Als je niet kapot gemaakt wil worden, dan hoeft het niet. We moeten eigenlijk meer torches maken. Oh, waarom niet? Rails in voor de voordeur. Oké, laten we even kijken. Zo, dit wordt één. Wordt het meerdere torches? Dit wordt één torch, maar oké, dat is goed. Nou, ik had er wel meer. Misschien is het meant to be dat jij daar moet liggen. Want dit is nou al de zoveelste keer dat je daar komt liggen. Ik heb er voor een keertje gewoon vrede mee. Kijk, en als je hier dan een redstone torch bij zet. Pop, dan staat hij gewoon aan. Dus even kijken wat er nu gebeurt. We zetten hem neer. We gaan erin. We drukken op de knop. Hoppatee, daar gaan we. Hier, misschien moeten we nadat die heuvel nog eventjes een versnelling doen. Want kijk. Hatsifles, goed bezig. Kijk, we hebben eigenlijk heel weinig versnellingjes nodig. Misschien hier zo weer. Nee, misschien hier zo dan. Ho, 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 ho. Oké, nou, oké, prima. Oké, misschien vlak na hier zo. Vlak na de heuvel, zeg maar. Ik zit helemaal niet op te letten of er misschien wellicht ergens creepers of zombies in de buurt zijn. Ah, oh, babyvarken. Oh nee, het is gewoon normaal varken. We hebben hout nodig, mensen, want. Oh nee, we hebben hout. Wacht even. Kijk nou, dat huis is toch mooi, laten we heel eerlijk zijn. Dat huis is gewoon mooi. Weet je wat we vandaag hebben gedaan? Over mooie huizen gesproken. Vandaag ben ik wezen kijken naar een nieuw huis. Ik weet dat ik pas net hier woon, in het huis waar ik nu woon. Dat hoeven jullie mij niet te vertellen, dat weet ik zelf ook wel. Want dat zou wel raar zijn als jullie mij moesten vertellen van. Hé, maar Thomas, je woont toch net in het huis? En dat ik dan pas denk, oh, inderdaad, ik woon pas net in dit huis, slaat nergens op. Dus dat wist ik al wel, maar. Wat het dus eventjes was, mensen. Dit is zo'n mooi huis. Niet normaal. Het is echt een soort villaatje gewoon. En daar zou ik in principe in kunnen wonen. Als het allemaal mee zit. Dus vandaag zijn we wezen kijken naar dat huis. En hopelijk gaat alles door. En kunnen wij dat binnenkort ons huis noemen? Ah, oh, mijn vriendin heeft yoghurt met vruchtjes gemaakt voor mij. Ik kom elke keer eten. Je komt elke keer eten. Gisteren was het lekkere sap. Gisteren was het lekkere wortelsap. En nu is het dus yoghurt met vrucht. Oh. Nou, dat is wel lekker. Dankjewel, liefje. Oké, even kijken. Moet je even kijken, liefje. Moet je even kijken wat ik heb gemaakt. Ja, heel even wachten hoor. Kijk, wacht. Even dit afmaken. Oké, we gaan even terug. Kijk, dit is een rails. Dat zie je. Van het ene huis. Van dit huis, kijk. Ah, dat zal ze gezegd. Ja, klopt. Omdat de kijkers het gezegd hebben, ga ik het doen. Want de kijkers hebben altijd gelijk. Heb je ook een trein dan? Ja, kijk, hier mijn kar. Ik doe je zo. Hop. Dan kan je inzitten en dan druk je op deze knop en dan ga je. Hop. Alleen nu gaat hij een beetje langzaam. Maar hier zit dan weer een versnellingje. Kijk, 1, 2, 3. Hop. Oh, mijn kat die gaat eten. Zo. Oh, de schapen zijn op de weg. Oh, nee. Oh, daar moeten we echt iets op verzinnen. Ja, we moeten hekjes neerzetten, mensen. Schap, verdwijn uit mijn leven, alsjeblieft. Dankjewel. Oké, we moeten dit eventjes op zien te lossen. Want dit is wel iets. Dit is een dingetje. Dit is absoluut een dingetje. Oh, alle schapen kunnen er gewoon overheen lopen. Oh, dat is wel echt dom. Maar ja, als ik hekjes neergezet, dan kun je er niet langs. Oh nee, hoe gaan we dit oplossen, mensen? Misschien moeten we gewoon. Ik weet het al. Ik heb een goed idee. We gaan gewoon met zwaard getrokken. Met zwaard getrokken. Gaan we deze rails af. En dan gaan we gewoon mappen als er iemand in de buurt komt. Als er ook maar één schaap in de buurt komt, die mappen we gewoon weg. Hier. Hier, deze staat erop met zijn dikke reet. E3. Ja, heel goed. Goede keuze gemaakt. Zag je het? Hij maakte de keuze om even door te lopen. Slim. Hoppatee. En niks. Oké. Oh, hè? Wauw. Met een zwaard sla je minecart in één keer kapot. Eens even kijken, mensen. We moeten iets gaan verzinnen hierop. Zodat we er nog wel langs kunnen, maar dat schapen eigenlijk niet meer. Ja, en daar kan je niks aan tegen doen eigenlijk. Het enige wat we er tegen kunnen doen is dus met getrokken zwaard de rails af. We moeten eventjes iets eten. Oké, we moeten even iets eten.
Kijk, zie je, ik vind toch watermeloen wel handig. Omdat, kijk, er komt wel veel vanaf, snap je? Het vult misschien maar niet zoveel hartjes. Maar als we nou meer water. Als we nou even gewoon meer watermeloenplantjes planten. Dan hebben we ook meer watermeloentjes. En dat wil dus zeggen dat we meer voedsel hebben en meer. Alles meer. Eens even kijken hoe ik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wauw. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Zo, en dan gaan we nu weer nieuwe water. Nee, ik zag het al fout gaan voordat ik klikte. Ik zag het al fout gaan voor. Even kijken, we hebben deze nodig. Een ijzeren schoffel. En dit hebben we ook nodig. De meloentjes. Het is niet zomaar een meloen, het is watermeloen. Had ze er best bij mogen zetten. Is een kleine. Je weet je niet hoeveel meloenensoorten je hebt. Galia meloenen. Dat is dan ook weer de enige andere meloen naast watermeloen die ik op kan noemen. Om heel eerlijk te zijn. Je hebt heel veel soorten, verschillende soorten meloenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En meer hebben we er niet nodig. Wat voor meloenen heb je nog meer? Galia meloenen. Je hebt ook nog andere meloenen. Oké, laat maar. Ik ben geen meloenexpert. Ik hou ook niet zo van meloen. Het is tijd om te stoppen. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd naar welk fruit jij het lekkerst. Oh, dat heb ik al gevraagd. Welke meloen. Nee, dat is. Ja, welke meloen vinden jullie het lekkerst? Persoonlijk, ik ben niet zo'n fan van meloen. Maar als ik dan toch echt moet kiezen, dan ga ik voor een Galia meloen. Omdat ik geen andere soorten weet. Wel geproefd, maar ik zou niet weten hoe ze heten. Dus ik kan wel zeggen, oh ja, die ene meloen. Guadeloupe heb je ook nog, een Guadeloupe. Dan kan ik zeggen, oh, die ene meloen die. Maar ik weet niet hoe die heet. Maar je weet wel, die zo'n meloenige smaak, dat schiet niet op. Oké, dus Galia meloen is mijn favoriet. Laat een reactie achter met jouw favorieten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie jullie morgen mensen met een nieuwe Minecraft, een nieuwe potje. Later!